Een wedstrijd waar je zelf veel te makkelijk de doelpunten weggeeft aan een tegenstander. En zelf wel heel veel kansen heb gecreëerd, maar uiteindelijk net te weinig om eigenlijk die aansluitingstijfer met 3-4 te maken. We hoopten op een De Graafschap dat eigenlijk vanaf het begin vol drang naar voren zou spelen en de tegenstander onder druk zou zetten, maar het stond binnen de kortste keer eigenlijk al 0-2. Ja, maar volgens mij heb je wel gezien een Graafschap die vol druk wilde zetten. Maar dat werkte dan niet? Nee, dat heb je goed geconcludeerd. Maar hoe komt dat dan dat het eigenlijk al zo snel 0-2 staat? Omdat je persoonlijke fouten maakt in het verdedigende gedeelte. En die straffen zij dan op dit moment perfect af. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat de persoonlijke fouten door de tegenstander worden afgestraft en de Graafschap uiteindelijk in een pijnlijke situatie komt. Wat kan je daar dan mee? Ja, zorg dat dat niet gebeurt en daar moet met z'n allen mee bezig zijn. Dat kan zijn met wissels of dat kan zijn dat de spelers zich daarin verbeteren. Dat zijn de opties die je hebt. Uiteindelijk weet de Graafschap zich met wat kunst en vliegwerk nog terug te vechten in het duel. Het komt zelfs toch tot 3-4. Ja, wat zag jij toen voor een wedstrijd? Ja, wat zou eindigen in een 4-4. Dat zag ik. Maar dat gebeurde niet? Nee, uiteindelijk loop je tegen een rode kaart aan nog. En daarin plaatst ook nog een terugspeelbal die je had moeten geven. En wie zij dan onderscheppen en eigenlijk de 3-5 binnenmaken. Kun je omschrijven wat er in die laatste 10 minuten allemaal door je heen gaat? Want het lijkt me echt een totale achtbaan op zo'n moment. Ja, dat is ook. Je zit eigenlijk veel meer te wachten op de 4-4 dan de 3-5. En uiteindelijk gebeurt dat dus niet. En je blijft drukken, je geeft voorzetten. Er zijn wat hachelijke situaties voor de goal van Os. Maar uiteindelijk valt hij aan de andere kant. Wat doet dat dan met jou? Is dat dan een leeg gevoel binnen je als trainer? Hoe sta je hier dan? Ontzettend grote teleurstelling dat je het niet voor elkaar krijgt om daar een gelijkspel nog uit te halen. Terwijl de mogelijkheden zijn geweest. Haalde je ook nog de aanvoerder Mark Diemers naar de kant deze wedstrijd? Waarom was dat zo? Omdat ik niet tevreden was. Alleen in hem of ook in de rest? Nee, er zijn er meer geweest, want er zijn meerdere mensen die wat fouten gemaakt hebben. Dus op die momenten zijn ze ook niet tevreden. Alleen ik was over hem ook niet tevreden, nee. Maar kies je dan voor om hem toch je aanvoerder naar de kant te halen als soort van boodschap of wat is dat? Nee, ik ben niet tevreden over het spel op dit moment en de rest niet nu. En nu dus een 3-5 nederlaag, de Graafschap zakt misschien nog wel verder weg. Wat betekent dat? Ja, dat wil niet goed voorstaan. Tot aan de winterstop nog 2 wedstrijden te gaan, 2 lastige tegenstanders. Zie je voor je dat je in ieder geval voor die winterstop ook nog hoger terechtkomt? Nou ja, goed, je kunt er 6 punten halen, maar als we deze fouten blijven maken gaat dat lastig zijn. Dus daar moeten we vanaf. Heb je vertrouwen in dat jij dit nog om kan draaien met deze groep? Alleen het zal wel in het veld moeten gebeuren. Wanneer zou je bijvoorbeeld zeggen dat je er geen vertrouwen meer in hebt als je iets ziet? Nee, dat ze dus niet meer de dingen willen doen die wij met z'n allen afspreken. Als ze dus niet meer willen werken, als ze niet aannemen de aandachtspunten die je meegeeft daarin. Als ze dat niet meer willen, dan is er geen reden om verder samen te werken. Maar ben je in die zin tevreden over de manier waarop de spelers tot nu toe dat invullen? Het gaat om de uitvoering. En de uitvoering is wat anders dan niet samen willen werken. Ondertussen wordt de druk op de club groter en groter. Wat krijg jij daarvan mee? Hetzelfde. Kan je dat omschrijven? Ja, dat je dat bezighoudt, dat er veel vragen over gesteld worden. En dat krijg je er mee. En iedereen in de club wil dat wel anders. Alleen ja, goed, dat krijg je dus mee daarin. Er wordt waarschijnlijk in alle geledingen van de club dan ook gesproken, ook over jouw toekomst. Wat doet dat met jou? Ja. Ik kan er niks mee. Ik kan niks veranderen daarin. En eens wat wij met z'n allen kunnen doen is keihard werken op een gegeven moment dat we het gaan draaien door de punten en de resultaten te halen. En verder, het enige wat we kunnen doen is daar met de groep mee bezig zijn en zien dat we de tijd van de resultaten gaan keren.